hele goede middag op deze woensdag. Het is 27 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik kom net van buiten, want mijn moeder had post naar mij opgestuurd. Als je mij langer volgt, weet je misschien dat ik aan het sparen was, ben voor een boodschappenpakket van de Plus Supermarkt. Ik doe eigenlijk het grootste gedeelte van mijn boodschappen bij de Plus Supermarkt. Maar daarnaast kom ik ook bij de Aldi, heel af en toe, en bij de Boni en eigenlijk standaard bij de Lidl. Nou ja, dan kon je weer sparen voor zo'n Plus pakket. Volgens mij was dat vanaf eind 2020 tot en met deze week. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is mij in mijn eentje nog nooit gelukt om zo'n pakket bij elkaar te sparen. Want ik probeer het altijd wel. Ik krijg er vaak nog hulp van mijn coach die eens wat zegeltjes geeft. Maar het zijn 75 zegels die je moet hebben. Dat betekent dat je voor €750 aan boodschappen moet doen. Ik red dat in mijn eentje niet. Toen ik nog samen was met mijn ex, is het wel eens gelukt. Al moet ik zeggen dat mijn ex ook wel iemand was die ook wel ging reageren. Zeg maar als ze op zo'n vraag- en aanbodpagina zegeltjes aanboden, dan ging hij daar wel op reageren. Maar ik ben zelf niet iemand die dat doet. Ze worden hier ook aangeboden. Maar goed, omdat ik zelf natuurlijk de deur niet uit kan, ga ik niet overal langs voor die zegels. Nee, dat was eigenlijk... Ik voel mijzelf niet echt iemand die gaat leuren om zegels. Dat gezegd hebbende, toen sprak ik mijn moeder en haar vriendin. Die had een boodschappenpakket bij elkaar gespaard voor mijn moeder. Want haar vriendin noemt alles bij de Plus. Die is ook met haar partner en die zijn met z'n tweeën. Dus je hebt automatisch wat meer boodschappen en doen alles bij de Plus. Zo zei ik tegen mijn moeder, goh, mocht ze nou nog zegels over hebben en er niks mee doen, hou ik me eigenlijk wel aanbevolen. Dus nou zegt mijn moeder, ik zal het wel even vragen. Dus dat had mijn moeder gedaan en toen zei ze van, ja, dat was helemaal goed. Dat wilden ze wel voor mij nog apart houden, want normaal doen hun, de zegels als ze niet meer gebruiken in de bak voor de voedselbank. Maar goed, toen wilden ze wel voor mij apart houden. Dus toen appte mijn moeder vorige week dat ze al 15 zegels had. Toen zei ik van, oh, maar dan ben ik er. Dus ik heb eindelijk een boodschappenpakket bij elkaar gekregen. Super blij mee. Dus die had ik even uit de brievenbus gehaald. Mijn moeder heeft die opgestuurd naar mij. Had ze samen met Sjoetjes gedaan. Want je had vorige week bij de Boni had je de Sjoetjes van Maggi in de aanbieding. Die vind ik wel super lekker. Het waren dan 3 voor €1. Toen zei ik, ja, weet je, ik kom eigenlijk deze week niet bij de Boni. Want ja, om alleen naar de Boni te gaan voor die Sjoetjes, denk ik ook van, ja, dan moet ik zo'n hele kar pakken voor 3 van die Sjoetjes. Ik denk, nou, laat maar wezen. Toen zei mijn moeder, goh, zal ik ze anders meenemen? Want mijn moeder, die moest wel naar de Boni toe. Dus die had ze ook naar mij opgestuurd samen met de zegeltjes. De zegeltjes had ze nog in een apart envelopje gedaan. En dan met de Sjoetjes had ze in een bubbeltje envelop gedaan. Dus dat is nu allemaal goed aangekomen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Verder heb ik gisteravond de Married at First Sight gekeken. Ik moet wel zeggen dat ik me enorm irriteer aan de vriendin van Rijn. Die Rijn die heeft een hele goede vriendin, Petra. En ik heb gewoon het idee dat zij verliefd op hem is. Want ze maakt steeds van die opmerkingen ook van, ja, en ik, ja, waarom wil je nou niet met mij trouwen? Dan denk ik van, ja, hallo, de beste man die valt op mannen. Dus wat wil je? Hij valt niet op vrouwen, dus je moet niet zo zeiken. Maar ik irriteer me heel erg aan haar. Ook, ja, dan moet ik je 10 dagen loslaten. En ik zou zo graag erbij willen zijn bij de huwelijksnacht en zo. Dan denk ik van, kom op, doe even normaal. Dat vind ik wel een irritatiepuntje. Maar het was verder wel leuk om naar te kijken. Daarna heb ik het laatste deeltje van de K van Carlijn gekeken. Dat was ook wel heel erg mooi. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb de vlog al af. Ik heb alleen nu, bedacht ik me ineens, ik heb het eindschermpje er niet achter gedaan. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Dus dan moet ik hem even opnieuw exporteren. En dan kan die vanavond ingepland worden. Ik heb de laatste aflevering gekeken van De Geheimen van Barslet. Op zich werd het een en ander nu duidelijk. Maar het is wel weer echt zo'n open einde waar je niet zo heel veel mee kan. Open, ja, het is ook niet echt een open einde. Maar ja, het is echt zo'n einde waarvan ik dacht, had wel wat meer mogen zijn. Maar goed, dat betekent dus wel weer dat ik vanavond het nieuwe serie moet uitzoeken. En ik weet nog niet welke. Dus dat wordt weer leuk. Ik heb ook nog Rex gekeken en dat was het. Ik ga nu zometeen even
de woonkamer lekker doen. Eventjes lekker aan de schoonmaak, muziekje aan. Ik moet even wat papieren inscannen. Die moeten doorgemaild worden. Dus dat wil ik ook eventjes doen. En ik ga sowieso even bullet journalen. Maar ik ga jullie dan alleen even bijzetten bij het schoonmaken. Dus dat tenminste ook weer lekker gebeurt. Dus dat vind ik wel, wel fijn. Dus ja, ik ga stop pakken. Ik ga eventjes hier een beetje stoffen. Want ik heb een plumeau en dat werkt ook super goed om eventjes een beetje mee te stoffen. En dan ja, gaan we eventjes lekker de woonkamer doen. Want daar heb ik wel zin in. Dus tijd om wat te gaan doen. Zo, lekker klaar. En kijk, ik heb zegeltjes geplakt. Dus ik heb een hele volle spaarkaart. Hoe leuk gezicht is dat? Ik stond straks meteen in mijn tas, anders vergeet ik het. Ja, ik ben trouwens iemand die nog ouderwets spaart. Je kunt ook sparen met de Plus app. Die staat achterop. Dan krijg je ook een paar zegels gratis. Dan krijg je 4 zegels gratis. Maar ja, op een of andere manier vind ik ouderwets zegeltjes plakken gewoon leuker. En ik vind het ook handiger, want zoals in dit geval, als dan nog iemand wat zegels over heeft, dan kun je ze nog eens krijgen. Ik heb eventjes de vlog opnieuw gedaan dus. Of opnieuw gedaan, eventjes dat eindbeeld erachter geplakt. En toen heeft hij die 44 minuten over gedaan om te exporteren. Dat is best wel fors. Dus het heeft ook best wel lang geduurd. Ik dacht eventjes, oh, gaat hij dat wel redden? Want ik had het kaartje eventjes nodig om erin te stoppen, anders pakte hij niet al de beelden. Maar goed, uiteindelijk is dat wel gelukt, dus dat was wel mooi. De katten hebben nu net gegeten. Heb ik ondertussen eventjes een mailtje gestuurd toen de vlog aan het exporteren was. Ik heb even lekker gebullet journaled, maar ik merk wel, ik loop dus heel erg achter in mijn mus, dat ik ook minder zin heb om dat bij te gaan werken. Ik ga het wel doen, maar ik merk wel dat de zin minder wordt. Dus ik moet het eigenlijk gewoon wel direct gaan doen. En hij wordt natuurlijk super dik, maar ja goed, ik heb ervoor gekozen om hem helemaal vol te maken. Niet elk jaar een nieuw boekje te doen, omdat ik toch niet... Heel, omdat ik alleen de uitjes erin doe. En ja, die heb je nu sowieso niet. 2020 viel dat ook wel mee. Ik bedoel, ik heb zat leuke dingen gedaan. Maar ja, ik kan niet. Ik vind het dan toch zonde om zo'n boekje, weet je wel, zo'n halfvol boekje dan niet meer te gebruiken. Maar goed, in ieder geval, de woonkamer is lekker schoon. Dus ik ben wat dat betreft wel lekker bezig geweest. Ik heb de was even in de kast gelegd. Het was ook wel fijn. Die... Ja, ik moet de kast weer een keer opnieuw indelen. Ik moet nog zoveel doen, maar de zin is momenteel ver te zoeken. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Eten, vanavond goede tijden. Ik heb volgens mij Steenrijkstraat arm. Nijf hard in actie. Ik heb al een slechtste chauffeur opgenomen en de K van Carlijn. Sowieso Rex en nog even op zoek naar Netflix serie. Daar ben ik nog niet over uit. Ik ga de vlog inplannen. Ik ga een thumbnail maken. Ik ga een artikel schrijven. En misschien nog even verder met de foto's van vrijdag. Maar goed, daar moet ik eventjes naar kijken. Dus dat wordt verder de avond. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu toch niks meer doen. Ik heb dat lipkitje getest van W7. Maar blijft niet super lang zitten, moet ik zeggen.
Maar ja, kan gebeuren. Want ja, ik ga nu gewoon eventjes lekker relaxen. Ik ben een beetje druk met praten. Ik ga van de hak op de tak. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Maar goed, ik ga jullie morgen zien. Ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 28 januari alweer. De tijd vliegt voorbij. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Want ik moet nog even mijn drinken opdrinken. Mijn coach komt zo. Het is 10:30. Die komt om 12:30. Dan gaan we even boodschappen doen. Ik heb niet zo heel veel zin, want het regent. Het is koud. Maar goed, de boodschappen moeten toch gedaan worden. Want we moeten toch weer eten. Dus ja, ik heb gisteravond, ik zou Sterrenextraat Arm gaan kijken. Heb ik niet gekeken, was een herhaling. Dus ik heb gekeken naar De Slechtste Chauffeur. Ik heb er weer van genoten. Ja, ik vind dat toch prachtig om te zien. Ze gingen met zo'n waterbak dan bovenop de auto. En dan komt het als ze dan, hoe meer hobbels ze maken, hoe natter die mensen worden. Dus ja, dat was wel echt super leuk. Daarna heb ik Hart in Actie gekeken. Toen ben ik aan de foto's begonnen met bewerken. De vlog heb ik ingepland. Duurt de laatste tijd best wel lang, maar dat heb ik al eerder verteld. Dus die heb ik op tijd aangezet. En ja, toen heb ik Rex gekeken en ik ben een nieuwe Netflix-serie begonnen. Die heet Springvloed. Het is Zweeds, daar moet ik een beetje aan wennen. Want de Zweedse taal is mij niet echt... Ja, ik vind het een beetje een vreemde taal, maar het is wel een soort politie-serie. En hij had een match met mij van 97%, dus ik dacht, nou, ik kan het wellicht proberen. Al ben ik toch ook wel heel erg benieuwd geworden naar Suits, om dat een keer te gaan kijken. Maar het zijn 8 seizoenen, dus daar ben ik dan wel even zoet mee. Dus dat. Ik hoorde gisteren op RTL Boulevard laatst stukje ook dat er een spin-off komt van de Undercover-serie. En dan echt speciaal over Bob. Dat vind ik wel heel erg leuk. In september komt alweer het 3e seizoen. Het duurt nog super lang, maar ik heb er wel super veel zin in. Dus dat. Ik heb net even de boodschaptassen naar beneden gehaald en schoenen. Ik wilde heel graag mijn nieuwe schoenen aan, maar dat gaat het niet worden, want het regent. Suède en regen gaan niet zo goed samen. Dus ja, daar moet ik even mee wachten. Maar ja, verder wel een lekker avondje gehad. Dus dat was prima. En nu ga ik even mijn drinken opdrinken. Ik ga even mijn medicijnen nemen. En dan nog even naar de wc lipstick opdoen. En dan ben ik klaar voor mijn coachcall. Dus ik zie jullie weer als ik dan terug ben. Maar dan heb ik in ieder geval de vlog alvast geopend. Zo, ik ben inmiddels weer terug. Altijd hoor. Het is nu 3:50. Om en nabij. En ik was om 1:15. 1:45 was ik alweer thuis. Maar ik moest eventjes nog wat telefoontjes doen. Hebben even een bakje koffie gedronken. Even wat mailtjes de deur uit doen. Dan sta je bij die telefoontjes weer in de wacht. Je kent het wel. Even gekletst. Maar ik ga jullie even de boodschap laten zien. En daarna gaan we even het boodschappakket uitpakken. Want die heb ik meegenomen. Ik zal even de tassen erbij pakken. Ik heb 2 echt hele volle tassen. Dan kan ik het straks ook even opruimen. Zo, eventjes schuiven. Ik ben bij 3 winkels geweest. Ik ben allereerst bij de Boni geweest. Het ligt wel een beetje door elkaar heen. Ik heb voor vanavond lekker shawarma meegenomen. Daar doe ik dan frietjes bij. Ze doen een deeltje in de vriezer, want ik hoef niet 482 gram shawarma te eten natuurlijk. Dan heb ik haricot verts gekocht. Ja, dat vind ik altijd een beetje jammer. Bij Lidl was nu de actie 2 zakjes voor €2,50. Maar ja, 1 zakje heb ik genoeg aan. En ik weet nooit hoe lang iets geldig is, zeg maar. Ik krijg intussen eventjes een appje binnen van Natalie. Maar ik weet al niet meer wat ik heb geappt. Ik had trouwens ook een broodje. Maar die was een beetje taai. Dus ik ga eventjes kijken. Oh, ze vroeg even. Ik zei wat gezeur en zo. Dus daar moest ik even op reageren. Oké, goed. Door naar de boodschappen. Dan heb ik weer eventjes kattenvoer gehaald. Dat heb ik nu bij de Boni meegenomen. De zakjes. 4 pakjes frikandellen, die waren een eurotje. Dus ik heb 4 pakjes bakjes frikandellen. dan heb ik check gehaald bij de pomp. En ik moest zowaar weer eens mijn legitimatie laten zien. Ik zei nog tegen mijn coach, laat ik mijn tas maar even meenemen. Want mijn injectie zit erin voor hetzelfde geld. Hè? Moet ik me legitimeren? En dat was zo. Medicatie opgehaald. Dan heb ik bij Kruidvat nog even een voegenborsteltje meegenomen. Die waren een eurotje. En ik heb daar, ja, ik heb nog wel vieze voegen. Dus dan kan ik daar mooi eventjes ook in de douche en op het aanrecht en zo. Van de kattenvoer heb ik meegenomen weer gewoon harde brokken. Van die remover pads, daar was ik wel benieuwd naar. Zakje met gewone friet.
een kaartje voor mijn oma. Die ga ik even schrijven. Dan kan die volgende week ook even op de bus. Vond ik wel weer leuk even kaartjes te sturen. Vond deze wel heel mooi. Heb ik suikersticks meegenomen en gewone suiker. Ik dacht, suikersticks zijn ook makkelijk om gewoon in je tas te hebben. Als je een keer ergens komt en ze hebben geen suiker, heb je altijd suiker mee. Nog meer medicijnen. Chloor hier meegenomen. Heb ik mini frietjes gehaald voor vanavond bij de shawarma. Eventjes frietsaus. Aardappelschijfjes. Voor de fijne voor de handwas heb ik die even meegenomen. Even weer zo'n anti-klitspray gehaald. Die gaat er ook best wel hard doorheen bij mij. Dus alleen weer een andere. Glorix blok. Die waren ook weer een eurotje. Weer eventjes de latte opschuimmelk. Boontjes. En ik had nog een Glorix blok. Even kijken. Oh ja, deze heb ik ook nog meegenomen. En ik heb nog meer shootjes gekocht. Nu waren ze bij de Plus ook een eurotje. Dus dan heb ik gewoon even een voorraadje met shootjes met die van mijn moeder erbij. Dus dat. Dan heb ik lekker runderriplappen voor zondag. Draadjesvlees. Ik hou daarvan. Cappuccino. Ik heb keukenrol gekocht. Ik heb Peppa Pig keukenrol genomen. Die zal ik zo ook even een foto sturen naar Nathalie. Die hadden ze nu. Twee flesjes met kleine olie. Die vind ik altijd heel handig voor in de... groentes, slavinken, een pakje melk. Dan heb ik dit gekocht. Frappe, dubbel chocolate flavor. Daar moet je alleen maar melk bij toevoegen. Dus dat leek me wel heel erg lekker. Die hadden ze nu bij Lidl. Een flesje sinaas nog, want die vond ik wel heel lekker vorige week. Het laatste wat ik nog heb is een kipfiletje van maandag. Dus dat zijn de boodschappen. Ik ga dat eventjes opruimen. Even groentes afhalen. Dan ga ik nog even bullet journalen. Dan gaan we zo meteen nog even het boodschappenpakket uitpakken. Maar eerst dit even opruimen. Dit is hem dan, het boodschappenpakket. Hij is wel hier aan de zijkant uitgescheurd. Want mijn coach zit in vallen. Maar oké. Okay. Laten we gewoon gaan kijken wat erin zit. Ik zal jullie even neerzetten. Zo, Mickey vindt het ook erg leuk. Ik weet zelf ook nog niet wat erin zit. Dat vind ik wel heel erg leuk. Allereerst nog een blaadje. Dat je online je boodschappen kunt bestellen. En beste klant, leuk dat je het hebt gespaard, bla bla. Allereerst hebben we hier nacho T-chips van Shio. Oh, dat is wel goed. Hé, niet doen. Een afvliegen 0.0, een blond biertje. Oh, kijk. Wasmiddel. Voor de gekleurde was van Robijn is de Spa Sensation. Dat is gewoon echt een hele speciale. Meesterbaksels speculaat. Dus eigenlijk speculaas met chocolade erop, als ik het zo zie. En Lenore zit erin. Ook altijd goed, natuurlijk. Dan hebben we hier Sultana Twist. Het is een bosvruchten met rode biet. Dreft All-in-One Platinum Plus. Dat is zeker voor de... Oh, dat is voor de vaatwasser. En die heb ik helaas niet. Maar goed. Geo Drop Fruitkogels. Half volkoren toverrijstbultje van Lassie. André Lon Shampoo Amandel Shine. Oh, dat is altijd goed. Want ik ben natuurlijk heel veel van de André Lon tegenwoordig. Dan hebben we hier nog een Sochi sprankelend van broodsmaak. Dit is gewoon water met een framboossmaakje erin. Kuppensoep. Tomaat met zoetzuur met zwarte peper en tijm. Hak linzen. Grols 0.0. Douwe Egberts cappuccino. Oh, ijscappuccino. Oh, dat is altijd goed. Dat lijkt me heel lekker. Hoe moet je dit dan maken? Oh, ijskoud water moet hierin. Moet je er dan geen? Nou, je zou bijna denken ijsblokjes of zo. Dus die. Dan hebben we nog crispy mais. Dan hebben we nog knor shakshuka.
Het laatste wat erin zit is de dubbel fris, appel en peer. Zoals altijd goed. Zo'n superleuk pakket. Nu ga ik even alles opruimen. En dan ga ik nog even bullet journalen. Ik weet niet of jullie erbij zitten. Want ik moet ook nog even de bonen afhalen en dat soort dingen. Misschien dat jullie schijnen even bij zitten met de bootjes afhalen. Maar eerst maar even opruimen. Ze hebben net gegeten. Ik had weer een keer blokjes in gelei. Heb je ook aan mijn neus. Vondels vinden ze toch altijd wel erg lekker. En het is altijd heel grappig met eten. Want dan gaan de bootjes gaan in de bakjes. Want ze moeten alle gelei hebben. Dus dat was allemaal weer goed. Hebben ze net lekker op. Ik heb nog eventjes gebullet journaled. Maar ik bedacht me naar de bonen afhalen. Oh ja, ik moet ook nog stofzuigen. De boodschappen moesten nog naar boven. Dus alles staat boven. Maar het was best wel een zware tas. Dus het was wel even een zware klus. Ik ben nu ook best wel zat, maar goed, dat geeft niet. Op zich wel een prima dagje gehad. Morgenochtend heb ik een belgesprek over medicatie. Dan kan ik wat vragen stellen over mijn medicijn. Dus ik heb met mijn coach even een aantal vragen opgesteld, zodat ik die even kan stellen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat verder uitpakt. Ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Straks douchen, eten, vanavond goede tijden. Check dan nog meer. Ja, we hebben de tv-kantine. Ik neem Wie ben ik even op. En dan kijk ik even meester Frank Visser hoe is het nu met. Dan ga ik, daarna ga ik aan de foto's werken. En dan heb ik vanavond weer Springvloed en Zonnestad. Dus dat wordt verder ook mijn avond niet heel bijzonder, maar gewoon lekker. Ik ben wel benieuwd weer naar Springvloed, hoe dat verder... Springvliet heet het. Fleut, ik weet niet. Het is eigenlijk een Engelse naam, maar ze noemen het wel Springvloed. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. Ik heb ook even een pak sap naar beneden gehad. Want die van mij die was op. Dus die staat ook alweer in de koelkast. Mijn nagels zien er eigenlijk nog best wel mooi uit. Ja, mijn coach vond dit kleurtje helemaal fantastisch. Die is heel erg van paars. Maar goed. Ik ga nu even lekker relaxen. En dan ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus even lekker bijkomen van deze dag. Dus ik zou bij deze zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 29 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik zit er een beetje half gebakken bij. Want er zit hier een kat naast mij. Die lekker in het hoekje zit. Dus daar mag ze lekker blijven zitten. Ik heb vanochtend een gesprek gehad over mijn medicatie. Het was eigenlijk wel heel positief. Ik was een beetje... Ja, ik voel een licht spanningtje. Want ik had deze persoon nog nooit in het echt gezien. Het was ook wel met degene van wie ik de therapie heb gehad erbij. Dus die kende ik wel. Je ziet dan iemand eigenlijk ook maar half natuurlijk. Want ze dragen een mondkapje. Maar er zijn wel wat dingen duidelijk geworden. Ik weet nu dat mijn nachtmerries van de medicijnen vandaan kunnen komen. En dat is een bijwerking die dit medicijn kan hebben. Dat is natuurlijk wel super vervelend. Maar ik voel me niet geroepen om weer te gaan switchen van een ander medicijn. Want het heeft best wel lang geduurd voordat ik een medicijn had gevonden wat eigenlijk... Oh kijk, ik kan er ook in. Goed bij mij aansloot en bij mij paste, waardoor ik me ook zelf gewoon een stuk beter voelde. Dus ik heb zoiets van, nou ja goed, dat moet ik er dan maar bij nemen. Ten slotte heeft elk medicijn zijn bijwerkingen. Ik heb het één keer dan gedaan, voordat ik dit medicijn gebruikte, had ik een ander medicijn. Daar moest ik toen van gaan afbouwen. Nou, ik vlogde in die tijd toch wel, maar ik weet niet of ik dat proces heb gevlogd, omdat ik volgens mij nog niet zo heel open was toen. Maar dat was gewoon verschrikkelijk. Ik heb het volgens mij later in de vlogs trouwens wel eens over verteld. Maar je voelt je dan een beetje, ja, je krijgt een beetje junkie gedrag, zeg maar. Dus je hebt het heel warm, heel koud, trillen, beven.
je voelt je echt gewoon heel ziek. Dus ik heb niet, ik had toen ook wel zoiets toen ik dat had gedaan. Van, nou, dat doe ik niet zo heel snel weer. Maar goed, ik heb er nu wat uitsluitsel over en dat was fijn. Daarnaast het medicijn waarvoor ik een paar maanden geleden bij de dokter was, mag ik gewoon blijven gebruiken. Dat had de huisarts, je had ook al wel gezegd, ik wil het wel blijven voorschrijven, maar ga het even overleggen bij je therapie. Daar heb ik ook even naar gevraagd. Het is wel een medicijn wat heel verslavend kan werken, maar omdat er uit mijn verhaal wel bleek dat ik hem niet... dat die bij mij eigenlijk niet verslavend werkt, dat ik er niet meer van ga innemen, zei hij van, nou, dan vind ik deze combinatie ook prima. Dus dat was wel een heel, heel fijn gesprek. Ze gaan nog een brief sturen naar de huisarts, zodat hij ook op de hoogte is. Dus dat is top. Ik vind deze lipgloss echt, ja, lipgloss, lipstick, heel mooi. Die komt uit de 27 paletten. Ik vind deze kleur wel echt super mooi. Nu we het toch over de lippen hebben, ik gebruik nu sinds een paar dagen... Het lip treatment, hier zit Ciabatta Butter in van Catrice. Oh, hij is lekker aan het shimen, want die heeft natuurlijk weer zo'n roze gouden dop. Omdat ik van die droge lippen heb. Ik moet zeggen dat het wel echt lekker gaat hiermee. Het heet ook Lip Pyjama 010. Ik weet niet of die nog te koop is, maar voor mijn droge lippen werkt het echt fantastisch. Dus daar ben ik heel blij mee. Gisteravond, ik heb de tv-kantine gekeken. Ik heb ervan genoten. Ik vond dat echt heel goed. Er zitten soms ook wel deeltjes in... Dingen die je niet kent, zoals ze deden een stukje uit de Fast and the Furious films. Als ik het goed zeg. Ik ken ze van naam, maar ik heb ze nooit gezien. Ja, ik kan dan ook niet beoordelen of die goed zijn nagedaan. Maar ik vond het wel een leuke aflevering. Daarna heb ik even meester Frank Visser, hoe is het nu met gekeken. Vind ik ook altijd wel leuk om even te kijken van, goh, hoe zijn die mensen er nu aan toe eigenlijk. Soms zijn het een paar maanden dat er tussen zit, soms zit er een paar jaar tussen. Vond ik wel leuk. De foto's zijn bewerkt. Ik ben zelfs al begonnen met een deel van de video voor morgen. En daarna heb ik weer gekeken naar Springvloed. Ik moet zeggen, ik vond de tweede uitzending ook al heel goed. Ik vind het echt een goede serie. Er zit wel één ding in wat me echt, ja, wat ik naar vind. En dat zijn, er zijn twee jongens die mishandelen daklozen. Nou, dat vind ik zo kansloos. Kijk, en het is maar op televisie, maar je weet gewoon dat het in het echte leven ook gewoon gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Ik vind het wel, dat vind ik wel nare beelden. Dus elke keer als die in beeld komen, denk ik, ah nee, niet weer. Maar ja, goed. Verder, ik ben wel heel benieuwd hoe deze serie zich verder uit. Dus van genoten, daarna Zonnestad gekeken, was ook weer superleuk. Het was eigenlijk een prima avondje. Ik heb net eventjes een aspirine genomen en mijn voeten geveld, want het ilt was weer aardig scherp. En ja, eigenlijk zou het volgende maand tijd zijn voor de iltsokken weer. Maar ja, de winkels zijn natuurlijk dicht, dus ik kan ze niet gaan kopen. En we weten natuurlijk niet hoe lang het nog duurt. Dus ja, tot die tijd moet ik het maar gewoon even met de hand doen. En ik merk wel dat mijn voeten zachter zijn met die sokken. Maar ja, wat je niet hebt, dat heb je niet. Dus dat wordt hem niet. Met de hand gaat het wel. Maar ik vind het gewoon altijd een beetje een rot klus. Dus maar de scherpe randjes zijn er in ieder geval weer vanaf. Dus dat. Ik ga zo even stopzuigen. Dan wil ik even kijken of de was droog is. Het zou wel fijn zijn. Dan kan ik die even opvouwen en opruimen. En eigenlijk wil ik nog een, ja, wil ik nog een deeltje van de keuken doen. Maar ik wil ook nog even bullet journalen. Dus ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. Sowieso eerst maar even kijken of die was droog is. Ik kan het even voelen. Ik heb er een hard hoofd in hoor. Deze sowieso. Nee. Nee, het is nog nat. Nee, het is nog niet droog. Daar was ik al bang voor. Want ja, het droogt gewoon super slecht. Dat betekent ook dat ik nog geen nieuwe was kan aanzetten. En dat is eigenlijk wel heel erg nodig. Maar ja, als deze was niet droog is, dan kan die ook de kast niet in. Dus dan ga ik de keuken maar even een deel doen. En dan wil ik even dat voegborsteltje gaan gebruiken. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus ga ik jullie daar wel even bij zetten. Maar ik ga nu eerst even stofzuigen. En de kattenbak scheppen. En even mijn kattengras wat water geven. Ja, het ziet er zo lelijk uit. Maar ze snoepen er ook echt goed van. Ja, ik weet het verder ook niet, weet je. Ik weet niet of die nog gaat groeien. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel zon hier in huis. Ik heb wel daglicht, maar we gaan het zien. Maar goed, nu eerst even stofzuigen. Thank you.
aandacht voor deze schone keuken. Het ging me eigenlijk om deze vochtjes die dus zo zwart zijn. Dat is denk ik de kitlaag. Die heb ik dus geprobeerd te poetsen met dat borsteltje. Je ziet, het werkt niet. Het is nog steeds zwart. Maar ik heb wel alles van zijn kant gehad. Mocht iemand tips hebben om dit schoon te krijgen, hoor ik het heel graag. Deze is helemaal van zijn plek geweest. Lekker. De apparaat is helemaal schoon. Kijk eens even hoe mijn airfryer schoon is. Nou, ik ben er helemaal trots op. Ik ben helemaal blij met mijn schone keuken. Ja, dit was iets wat ik al een tijd moest doen. En nu dacht ik, ga het doen. Mijn tegeltjes glimmen weer. Ik word hier blij van. Ik ben een blij mens. En nu ga ik wel drinken. En dan ga ik lekker even bullet journalen. Want ik weet niet. Je kan hier zo'n fijn gevoel van krijgen. Dat alles van zijn plek is geweest. En dat is iets wat je gewoon heel vaak moet doen. En bij mij schieten dat soort dingen er altijd bij in. Terwijl ik tijd genoeg heb. Maar nou heb ik het gedaan. En dan denk ik, ja, wat fijn. Oh, helemaal blij mee. Zo, inmiddels regent het ook weer. Ik heb heerlijk gebullet journaled. Ik had gewoon zo'n fijn gevoel nadat die keuken natuurlijk schoongemaakt is. En ik ben aan de gang gegaan met de stempels van Crea Chic. Omdat ik in mijn mus heel erg achterloop. En ja, ik denk aan alles wel los tekenen. Maar waar ik een stempel van heb, kan ik het net zo goed stempelen en inkleuren en opplakken. Dat bespaart best wel veel tijd. En ja, dan ben je er ook sneller klaar mee, zeg maar. Maar ik heb wel echt even lekker gebullet journaled. Dus dat is wel even leuk. Nathalie die appte net al van, zijn jouw tekeningen al klaar? Zij begon net. Zij heeft er gewoon iets minder tijd voor. Nou, mijn doodles die zijn al even af. Dus zij stuurde ze een foto. Ik zeg, je gaat keihard lachen. Want tekenen, ik kan het gewoon niet zo goed. Weet je, ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik kan het gewoon niet zo goed. Ja, zegt ze, boeien. Dus ik had het gestuurd. Ze vond het wel grappig. Maar zij vroeg zich af waarom ik het dan niet inplakte. Maar ik vind het gewoon leuker om los in een map te stoppen. Dus dat heb ik wel even lekker gedaan. En heb je lekker gegeten? Ja, je hebt lekker gegeten, hè? Lekker brokjes had je weer. Ja, ik moet je oogje weer even schoonmaken. Ja, dat was gewoon eigenlijk best wel een lekker middagje. Gewoon ook een lekker gevoel dat ik nou dat gesprek van die medicatie achter de rug heb. Moet je kijken hoe mooi die lipstick er nog op zit. Nou heb ik er wel alleen mee gedronken, maar ik vind hem nog steeds wel erg mooi. Vind ik dit kleurtje weer top. Hij droogt niet mat op of zo hoor. Hij blijft wel een beetje vochtig. Ik hoor daar wat in de keuken. Mickey. Kom daar maar even vandaar. Angela zal de deur dicht doen. Dat is ook altijd zo leuk, hè? Spelen in de keuken. Dan is het helemaal schoon. Dan heb je weer al die haren er. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen. Dan ga ik eten. Ik ga denk ik wel even de nagellak eraf halen. Want je hebt best hier en daar heb ik wat beschadigingen. En ik heb zelf altijd het gevoel dat het wel lekker is als het eventjes een paar dagen kan luchten. Voordat je er weer een nieuw lakje op doet. Op mijn tenen was hij ook flink beschadigd, zag ik met het veilen van mijn voeten. Maar goed, er gaat morgenavond een nieuw lakje overheen. Oh, ik hoor muziek buiten. Ik denk dat er iemand wordt thuisgebracht. Ik zag net een bus rijden en ik hoor daar komt nu muziek uit. Vanavond, ja, het is vrijdag, dus Flikken Maastricht. Ik ga voor Flikken Maastricht even een deeltje van Wie ben ik kijken. Vind ik altijd wel leuk. Dan ga ik Flikken Maastricht kijken. Dan ga ik daarna eventjes Vier Handen op één Buik terugkijken. Want dat had ik nog opgenomen. Ik ga mijn video verder afmaken. Ik ga mijn artikel schrijven. En dan ga ik daarna weer Springvloed kijken. En heb ik weer lekker Zonnestad. Daar kan ik me wel echt op verheugen. Ik vind het zo'n leuke serie. Ja, echt superleuk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even lekker op de bank hangen. Ik heb nog steeds een beetje lichte hoofdpijn, maar nou, ik kom straks wel goed en dan straks lekker warm douchen. En dan wordt dat mijn avondje. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 30 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het onwijs koud, maar het is ook heel koud. Want ik zag mensen al buiten met een muts fietsen. Dus ik dacht, nou, het is wel frisjes. En het is ook inderdaad wel echt fris. Vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan ga ik eerst even lekker mijn make-up kwasten schoonmaken. Want daar word ik ook altijd wel blij van. Vind ik toch altijd wel weer prettig als dat gebeurd is. Dus dat sowieso. Daarna ga ik nog even bullet journalen. En ik moet even een wasje aanzetten, want het is echt nodig. Dus ik hoop maar dat die droog is die daar hangt, want
Ja, ik heb ook bijna geen schoon ondergoed meer. Dus ja, dan moet je gaan wassen. Dan weet je hoe laat het is. Gisteravond natuurlijk heerlijk naar Flikker Maastricht gekeken. Was ook wel weer een hele mooie uitzending. Dus daar heb ik van genoten. Daarna heb ik 4 handen op 1 buik eventjes teruggekeken. Het was nog een uitzending. Hoe is het nu met? Ik vind het altijd wel leuk om terug te zien. Maar wat me opvalt is dat eigenlijk de meesten zijn toch ook niet meer met de partner waarmee ze toenertijd het kindje hebben gekregen. Ja, ze zijn natuurlijk vaak ook super jong. Dus ja, relaties kunnen snel overgaan. Maar het was wel even leuk om terug te zien. Ik heb de video heb ik ingepland en afgemaakt. Thumbnail gemaakt, toen heb ik mijn artikel geschreven. Het was allemaal nog best wel veel werk. En daarna ben ik weer Springvloed gaan kijken. En nog even Zonnestad. Dus dat was allemaal wel ja, positief. Ik heb een haartje in mijn lipstick los hangen. Niet zo prettig. Ik voel dat nu trekken. Maar goed. Ja, ondanks dat het best wel fris is. Ik ga eens even kijken hoeveel graden het is. Want het is echt wel heel erg koud. Oh, het is ook echt maar 1 graad. Ja, dan is het niet zo gek dat het zo koud is natuurlijk. Het wordt ook vanavond om 7 uur is het ook al min 1. Dus nou, dat is wel fris. Ja, verder is er ook eigenlijk weinig gebeurd. Ik heb gerelaxed gisteren. Toen ben ik lekker gaan douchen, heb gekookt. En dat was wel een heel fijn gevoel in een schone keuken. Dus dat was wel lekker. Dus ja, wat dat betreft verder weinig nieuws. Ja, ik ga nu eventjes eerst even een wasje aanzetten. En dan ga ik even de kattenbak scheppen en stofzuigen. Dan zet ik jullie bij het kwastenwassen erbij. Ik moet nog even een baby shampoo van boven halen, want de laatste was op. De laatste die ik had, die was op. Dus ik ga even een nieuwe pakken. Dan ga ik eerst ook even lekker de kasten schoonmaken. Want daar kan ik wel hier intens van genieten. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Katten hebben net gegeten. Op de achtergrond hoor je gezellig de wasmachine die nog aan het centrifugeren is. Ik heb deze was eraf gehaald. Die was droog. Die moet ik alleen nog opvouwen. De kwasten zijn schoon. Alleen het lipkwastje, dat krijg ik niet zo makkelijk schoon. Dus daar moet ik even naar kijken.
Heerlijk even gebullet journaled. Ik heb nu vooral even de bullet journal voor januari afgemaakt van mijn blog en YouTube. Ik heb ook niet heel lang gebullet journaled, want het was al vrij snel. Het was al toch alweer wat later geworden met het wassen van de kwasten. Ik heb van die ijskoude handen. Het zijn echt ijsblokjes. Ik had gisteren trouwens, toen ging ik naar bed. Toen had ik dus heel dom de deur niet achter me dicht gedaan. Dus ik had op een gegeven moment gedaan mijn tanden te poetsen. En ik hoor allerlei geluiden. Kom ik de slaapkamer in, komt eerst Mickey. Die komt de douche al ingehuppeld. En toen had ik 3 katten op de slaapkamer. Dus die heb ik gelijk maar weer eventjes terug naar de kamer gebonjourd. Want ja, dat wil ik niet. Ze mogen niet in de slaapkamer. Want ja, anders kan ik ook niet slapen. Dus ja, maar ik ben gewoon zat. Ik ben, ja, ik weet niet. Ik heb het ijskoud. Ik hoop niet dat ik ziek word. Maar ik heb in ieder geval mijn wansje al naar beneden gehaald. En straks na een lekker warme douche ga ik in mijn wansje. En dat zit zo lekker warm. Ik heb al wel de patat en frikandellen eruit gehaald. Zodat ik die ook even lekker, die even een beetje kunnen ontdooien. En vanavond ga ik weer naar weet ik veel kijken. Ik had gisteravond mijn nagellak er nog afgehaald. Ik heb nu een nieuw kleurtje naar beneden gehaald. Dan ga ik vanavond mijn tenen doen. En morgen mijn vingers. Daar weet ik veel. Ga ik nog even in Witse kijken. Ik hoop dat weet ik veel ook een beetje lukt met de app. Dat het een beetje mee zit. En verder heb ik weer Springvloed en Zonnestad. En ik wil eigenlijk alvast wat doen aan de vlog. Ik wil nog wat aan het papier doen. Ik moet eigenlijk alvast beginnen met een nieuw persbericht van Essence. Die heb ik al binnen gehad met de nieuwe producten. En die wil ik dan nog op mijn blog zetten. Niet vandaag meer hoor. Ik wil het eigenlijk dinsdag. Dus ik hoop dat ik dat red. En dan hoop ik ook eigenlijk dat ze weer even bekendmaken welke producten dan eventueel het assortiment gaan verlaten. Zodat ik die weer eventjes uit mijn reviewbakken kan halen. Dat die weer een beetje voorrang hebben. Dus dat is verder mijn planning. Niet heel bijzonder. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Het was vandaag ook niet echt heel interessant. Maar ja, je doet ook niks. Weet je, ja, je doet je standaard dingen. Voor mij is dat prima. Maar ja, het zijn geen hele bijzondere dingen. Maar goed. Ik ga jullie gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 31 januari. En ik zit even lekker op de bank in mijn dikke trui. En vandaag doe ik niet zo heel veel. Ik ga even de groenten schoonmaken, even stofzuigen, de kattenbakken scheppen en de foto's doen. En dat is het ook wel. Ik had alleen gisteren een kleine situatie. Ik had een onesie naar beneden gehaald. Ik heb 3 onesies. Ik heb één hele zwarte onesie. Die is eigenlijk gewoon een beetje van gewone stof, een beetje kledingstof. Die is ergens ook nog wel modieus, voor zover een onesie modieus kan zijn. Die heeft zo'n gouden rits hier op de zijkant. Ik heb hem de laatste tijd wel vaak aangehad. Dus als je mijn vlogs langer volgt, dan heb je hem wel eens gezien. En dan heb ik 2 onesies die zijn, het is niet echt badstof, maar het is een hele zachte stof die gewoon lekker zijn voor op de bank. En nou, laat ik vooropstellen dat ik in mijn onesie nooit naar buiten zou gaan. Ook in die zwarte niet. Ik schaam me daar dan toch voor. Ik zou er niet in naar buiten gaan. En dat vond ik wel grappig. Mijn moeder vertelde dus een verhaal. Die had, die is postbezorgster. En die ziet dus nu heel vaak in de wijken 's middags kindjes fietsen als het mooi weer is. Die hebben dan 's ochtends school gehad natuurlijk. En dan 's middags zijn ze vrij. En die kindjes die fietsen dan in nuance. Dus dan zie je eigenlijk wel hoe groot het verschil is tussen kinderen en volwassenen. Dat een kind eigenlijk zich daar prima in voelt om buiten lekker in te gaan spelen in zo'n onesie. En dat je als volwassene, althans ik dan zeg van nou ik ga er niet in naar buiten want het vind ik toch wel beschamend. Maar goed, dan heb ik dus nog 2 andere onesies. Ik heb er eentje van de Primark. Die is ook heel leuk. Dat is een kat. Die heeft een belletje bij de rits en op de capuchon zitten oortjes en er zit een staart aan. En dat is heel grappig, alleen dat is niet altijd even makkelijk, want die staart die wil nog wel eens in de wc belanden. Omdat ik natuurlijk ook niet echt een hele grote wc heb, dan wil die nog wel eens in de wc-pot belanden. Kijk, gebeurt het nou voordat je naar de wc bent geweest, dan is het vervelend, maar dan denk je nog oké. Maar ja, gebeurt het nadat je naar de wc bent geweest, dan ben je natuurlijk niet blij. En ik heb nog een onesie van de Hema, die is van Sipi van Jip en Janneke. Nou, die had ik gepakt.
En toen ontdekte ik dus dat er een gat in die wansie zat. En het was wel op de naad, dus ik kan hem heel makkelijk maken. Maar dan denk ik wel eigenlijk best wel slechte kwaliteit, want hij was niet eens super goedkoop. Ik geloof dat ik die wansie van de Primark voor 10 euro heb gekocht. Ik weet niet eens meer hoe duur die van de Hema was, maar Hema is op zich niet altijd even goedkoop. En dat snap ik ook wel, want hij is natuurlijk van een merk, want Jip en Janneke is natuurlijk een merk. Daar baalde ik best wel van, want ja, ik heb die wansje echt nog niet heel vaak aangehad. Ik kan hem ook één avondje aan en dan moet hij in de was, want ik ga op een gegeven moment achter de laptop zitten en dan krijg ik het warm, want dan heb ik die oplader naast me liggen. Dus dat is een beetje een drama. Ja, ik baalde daar een beetje van. Dus die moet ik even gaan maken. Ik heb even ondertussen Nathalie terug, want die vroeg eventjes. Ik had haar als tip gegeven van probeer je make-up kwasten nu ook wat vaker te wassen. Want ze had er ook een aantal van de Real Techniques gekregen. En toen vroeg ze dus van heb je nog tips, want ze kreeg ze naar haar gevoel niet helemaal schoon. Ze had wel zo'n matje van de Action, dus dat moet op zich goed zijn. Maar goed, die moet ik dus even maken. Die zit ook al in de wasmand, want die kan ik niet nog een keer aan, want ik heb aardig lopen zweten. Ik heb ook niet fantastisch geslapen, maar goed, dat ben ik inmiddels gewend. De nachtmerrie is dus, nou ja, goed, het zij zo. Ik heb weet ik veel gespeeld gisteravond en ik had een 6. Ik was heel trots. De eerste twee rondes gingen echt flut. Ik dacht echt, oh, hoe moet dit goed komen? Maar uiteindelijk ben ik toch op een 6 uitgekomen, dus dat was wel super tof. Daarna heb ik even naar Witsen teruggekeken die ik nog opgenomen had. Super leuk. En toen ben ik aan de vlog gaan werken, die stond gisteren al af. En ik heb al wat aan het persbericht gedaan van Essence. Oh, ik moet even... Oh, dat ging niet helemaal goed. Ik kreeg een gemiste oproep. Maar Nathalie deed denk ik fout. Oh, Lente belde. Lente drukt op de telefoon. En die heeft dus gebeld. Maar goed, dus dat. Ik heb daarna Springvloed gekeken, dus dat was leuk. En daarna Zonnestad. Dus dat was eigenlijk allemaal wel goed. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik eventjes mijn dingen doen. Eventjes het appje van Nathalie beantwoorden. En dan laat ik je straks even zien waar ik foto's van maak. Zo, even de fotospulletjes. Ik heb hier een Royal Blush. Het is een cream blush van Rimmel. Ik weet niet of hier een kleur op staat. Maar die kan ook op de blush zelf staan. Dan heb ik een Velvet Lip Locker van MUA Luxe. Die ga ik fotograferen. En ik heb een palette van Revolution. Dat is een flawless matte palette. Er zitten dus dit soort kleurtjes in. Dus hier ga ik foto's van maken. Ik heb de groenten afgehaald. En ik heb net even mijn chocola opgeruimd. Maar ik moet echt eventjes een keer bakjes erbij hebben. Maar ja, dan zijn we toch afhankelijk van een IKEA. Dus dat gaat voorlopig niet. Dus nou ja, dat komt wel. Maar hier in ieder geval even foto's van maken. Dan kan ik, als ik dat klaar heb, ook even mijn vlees opzetten. Want ik heb draadjes vlees. Maar op zich wel even lekker bezig geweest. Dus nu eventjes lekker verder met de foto's. Dus ja, ik ga dat even doen. Inmiddels staat mijn vlees op. En kijk eens hoe lekker mijn draadjes vlees aan het sudderen is. Ik heb het al, ja, nu lekker opstaan. Dan kan het lekker zachtjes doorsudderen. En dat wordt zo lekker straks. Ik heb er zo zin in. Ik heb nog 2 lappen in de vriezer gestopt. Dus ik heb eigenlijk hierna nog voor 2 keer. Maar ik moet dan wel even kruiden kopen. Want mijn kruidenbusje is bijna op voor rundvlees. Geeft niet. Het is een beetje vervelend licht nu. Want de zon schijnt heel erg. De katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb de foto's gemaakt. Ik heb daarna zelfs nog eventjes... ik heb dan 1 la in het dressoir. Daar heb ik alle spullen in zitten voor de foto's. Dus accessoires zoals plantjes en... ja, blaadjes waar ik spullen op leg, zeg maar. En die heb ik nu eventjes ook schoongemaakt. Want die zag er ook niet echt heel schoon meer uit. Dus die heb ik even schoongemaakt. En ik heb nog eventjes een beetje mijn nachtkastje opgeruimd. In mijn onderste laadje had ik nog wat snoertjes liggen. Waarvan ik niet meer wist of ze het deden. Dus die heb ik even getest. Eentje bleek kapot te zijn. Die heb ik nu weggegooid. En er zat nog een traipotje in.
waar de poot vanaf was, die ik niet meer kon repareren. Dus die heb ik ook weggegooid. Dan moet ik hem alleen eventjes van de week even stofzuigen, dat laadje. Maar dat kan wel als ik de slaapkamer doe, want dan ben ik daar toch. Doe ik even een doekje erdoorheen en dan is dat ook wel weer schoon. Zo heb ik toch alweer twee laden schoon. Foto's maken ging ook vlot. Alles is al geïmporteerd, dus dat is wel lekker. Ik ga nu zo eventjes Ajax kijken. Ik moet alleen even een stream opzoeken, want het is helaas niet op televisie. Althans, het zal wel op televisie zijn, maar ik heb die zender niet. Dus dat eigenlijk. Ik heb straks lekker frietjes bij mijn draadjes vlees. Dus we gaan zo eventjes een stukje Ajax kijken. Dan straks even lekker douchen. Nou, eten. Vanavond ga ik even de K van Carlijn kijken. Ik heb er al een aantal van opgenomen. Ga ik even kijken en daarna kijk ik Alberto Stegeman. Ik moet foto's bewerken en had ik nog meer wat ik moest doen? Nou, misschien nog even verder. Ligt eraan hoe snel de foto's vlot. En anders ga ik nog eventjes verder met het persbericht. En ik moet nog even... Nee, dat was het eigenlijk. Ja, ik moet nog wel even een mailtje doen en ik ga Rex kijken en weer Springvloed. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel bijzonder. Maar ik geniet altijd wel van de zondagen, omdat ik dan van mezelf niet zo heel veel moet doen. Ik leg toch op de dagen, door de weekse dagen en soms op de zaterdag leg ik mezelf best wel veel druk op van je moet wat gaan doen. En dat komt ook omdat ik niet stil kan zitten, maar op zondag heb ik altijd wel zoiets van ja, eigenlijk moet het ook wel kunnen. Maar goed. Ik heb in ieder geval super zin in mijn eten straks, dus jullie gaan morgen horen hoe het was. Ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Goedemiddag op deze maandag. Het is alweer 1 februari. De eerste maand van het jaar is alweer om. Het is echt hard gegaan. Ik ben klaargemaakt en straks op de planning is eventjes stofzuigen en een video opnemen. Daarna ga ik even bullet journalen. Het was wel heel erg leuk. Ik heb de doodles gevonden van februari. En ik had deze nog niet, was deze nog niet tegengekomen. Dus ik ging even zoeken. Want normaal komen ze een paar dagen voor de nieuwe maand al online. En ik had ze dus gemist. Maar ik heb ze gevonden. En het thema is dieren. Echt super leuk. Dus ja, dat vind ik echt super tof. Ik heb gisteravond nagels gedaan. Dit kleurtje. Het is een beetje een zomerskleurtje misschien. Maar ik vond het wel leuk. Dit is nummer 95 van Catrice. Deze heet de naam You Keep Me Brave. Ja, ik vind het wel een lekker kleurtje. Ja, ben er wel blij mee. Gisteravond heb ik naar de K van Carlijn gekeken. Ja, ik vind het wel een mooie serie. Daarna Alberto Stegeman, dat was ook wel een dingetje. Want hij sprong dit keer op de bres voor twee zaken eigenlijk. De eerste zaak, dat was een werkgever die deed iets in vloeren. En er waren twee werknemers naar Alberto toegekomen die nog geld van hem kregen. Oh, ik ben zo verkouden. Hij bleek ook producten op de naam van die ene vrouw te hebben besteld. En ook iets met een leaseauto. En dan namen mensen bij hem een vloer af. Vroeg hij een aanbetaling, kwam hij die vloer nooit plaatsen. Uiteindelijk hebben ze hem geconfronteerd en hebben die vrouw wel hun geld teruggekregen. Ik weet niet hoe dat met de andere mensen zit, maar die hebben in ieder geval het geld teruggekregen, want er lag ook wel een vonnis. Daarna sprong hij op de bres voor een vrouwtje. Dat was, die heeft haar woning particulier verhuurd aan een stel. Die hebben daar anderhalf jaar gewoond, hebben 6 maanden huur betaald. En ze waren elke keer spoorloos verdwenen, want er zijn ook incassobureaus achteraan gegaan. Zij kregen ook heel veel incassobrieven, ze bestelden ook dingen en die werden dan niet betaald. Maar het was dus heel lastig om die mensen op te sporen. Uiteindelijk hebben ze ze gevonden in Duitsland. Nou, dat was best wel heftig, want zij kreeg geloof ik nog 7000 euro. Die man die wilde op zich nog wel een gesprek aan. Ja, ik vond hem heel erg onbeleefd. En die vrouw, nou, die vond ik helemaal onbeleefd. Die begon te schelden met allerlei dingen die je gewoon niet wil herhalen. Dus dat was wel heftig. Die vrouw voelde daarna ook wel heel erg de emoties kwamen eruit. Ja, zei Alberto ook, ja, ik zou je nu graag willen even willen knuffelen willen geven, maar dat mag natuurlijk niet. Maar hun blijven haar dan ondersteunen met of dat zij het geld terugkrijgt. Want ze heeft nu nog niks gekregen. Maar misschien horen we dat nog in verdere afleveringen. Ik heb Rex gekeken en ik heb Springvloed gekeken. Ik vind het wel echt een hele goede serie. Dus superleuk.
En ik heb mijn foto's bewerkt en ik heb ook het persbericht al af. Dus die komt morgen gewoon online. Ging ineens heel vlot, dus dat was lekker. Dus daar was ik wel blij mee. Ik heb buiten eventjes alvast het oud papier weer naar beneden gebracht. Ja, dus ik had ze dom. Ik ga ook weer zonder jas. Terwijl ik gewoon een jas aan moet trekken. Maar denk ik, oh ja, weet je, ik ben zo weer terug. Maar het is niet zo slim. Dus dat was verder mijn avond. Dat draadjesvlees, dat was zo ontzettend lekker. Echt. Ik heb ervan genoten. Echt heerlijk. Dus dat was ook wel heel positief. Ik heb alleen zo'n scheve bril, jongens. En ja, de brillenzaken zijn natuurlijk open. Maar ik moet ervoor naar de stad. En ik moet sowieso naar de stad. Want ik moet nog terug met mijn microfoon voor mijn spiegelreflexcamera. Omdat daar ruis op zit. Maar ja, de winkels zitten natuurlijk dicht. Die garantie verloopt deze maand. Maar ik ga ervan uit dat dat nu wel wat verlengd wordt. Omdat, ja, alles dicht zit. Ik las net wel iets dat de winkels weer open zouden mogen voor het afhalen van online bestellingen. Nou ja, hierdoor in het dorp heeft dat überhaupt geen zin. Want de winkels die online bestellingen zouden kunnen afhalen. Jawel, oh ja, de Terstal zou nog kunnen. En de Hema misschien. Maar eigenlijk, ja, Kruidvat en Trekpleister zijn natuurlijk gewoon open gebleven. Maar zodra ik naar de stad kan, ga ik mijn bril laten rechtzetten. Ik ben wel heel blij. Lente die vindt brillen heel interessant en die trekt bij natrie. En bij mijn moeder trekt ze de bril nog wel eens van het gezicht. Bij mij is het gelukkig nog niet gedaan. Maar Lente heeft wel haar eerste woordje gezegd. Ze zei, kom. Ik kreeg een heel leuk appje, kregen we in de groepsapp van Natalie, dat ze haar eerste woordje heeft gezegd. Superleuk. Ik weet niet of dat snel is of niet. Ze is nu 6 maanden en een paar weken. Maar ja, gaat supergoed. Ik ga nu stofzuigen en dan ga ik lekker video opnemen. En dan ga ik hier bij het bullet journal er even bij zetten. En ik ga eventjes flink mijn neus snuiten, want ik heb het door die verstopte neus een beetje benauwd. Nou, de video staat er inmiddels weer op. Dus ik ben inmiddels even de spullen terug in het doosje of in het bakje aan het doen. Zodat ik ook even kan opruimen. Ja, ik ben er best wel even mee bezig geweest, maar dat geeft helemaal niks. Als ik dit heb opgeruimd, ga ik even wat drinken. En dan ga ik zo even lekker bullet journalen. De doodles, daar heb ik wel zin in. Alleen even kijken of ik dit een beetje op een normale manier terugkrijg. Want ja, het is natuurlijk best wel veel. Ik ga het eerdags ook direct wel weer in mijn stash neerzetten. Maar ja, voor nu ga ik het even terug in het bakje doen. Want ja, ik wil zo ook gewoon nog even knutselen. En kan niet alles tegelijk doen. Dus we stoppen het een beetje terug. En ja, het tijgertje was ook een beetje vervelend aan het miauwen en zo. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. Dus ik ga dit even opruimen en dan ga ik eerst even wat drinken.
katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb het nu een beetje koud, maar ik vraag me ook even af hoe graden het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Even kijken. Het is... Ja, het is ook min 1. Geen wonder dat ik het zo koud heb. Het is... Oh nee, het is 1 graad. Waarom staat er dan eerst op min 1? Nou, het is 1 graad. Ja, het is ook hartstikke koud. Snap ik niet waarom die min 1 aangaf. Maar goed, was denk ik een foutje. Die doedelstekenen was superleuk. Ik heb er al 3 af. Ik heb een egeltje, een konijntje en een lieve heersbeestje. Ik vind het nu echt al een superleuke opdracht. Dus ik ben even lekker bezig geweest. Ik zal, als ik wat verder ben, zal ik ze wel even laten zien. Ik zal vanavond ook nog eventjes de beelden filmen voor de bladen waar ik mee bezig ben op de computer. Die plak ik er dan morgen even in. Want dan kun je ook eventjes zien hoe dat nu geworden is. Want ik ben al best wel tevreden. Nou, ik baalde alleen een beetje. Want ik heb dan zo'n zoutlamp. Misschien heb je hem wel eens gezien. Die staat hier zo. Dat is deze. Super gezellige lamp. Ik vind ook echt dat hij het hoekje heel gezellig maakt. Maar dat lampje is geknapt. En er moet dus net een heel speciaal lampje in. Die in de supermarkt hartstikke duur zijn. Want dat is eigenlijk zo'n soort afzuigkaplampje, zeg maar. Ja, die je gewoon eigenlijk bij de Action moet kopen. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk niet. Maar die is geknapt. Dus voorlopig heb ik daar even geen lampje. Het is al een beetje vreemd. Want de mijne die was echt nou voor een paar maanden geleden geknapt. Toen heb ik er eentje van mijn moeder gekregen. Die heb ik erin gedaan. En nu is die weer kapot. Ik deed hem aan en hij zei... Knop, kapot. Dus dat was een beetje jammer. Dus ik mis wel een beetje licht in dat hoekje nu. Maar goed, het is eventjes niet anders. Ja, is ook een beetje dom. Dus moet ik ook gewoon gaan leren dat als ik bij de Action kom, dat ik gewoon gelijk even een paar van die lampjes meeneem. Dan heb ik gewoon een voorraadje. Want dit is gewoon niet zo slim. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik even daarna lekker warm douchen. Dan ga ik koken. Vanavond heb ik Goede Tijden en Married at First Sight. Op zich wel zin in weer. Is op zich wel leuk. Ik ga mijn artikel schrijven. Misschien nog even verder met mijn papieren. Sowieso heb ik Rex en Springvloed. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus verder wordt het niet echt een hele bijzondere avond of zo. Ik heb een haartje in mijn mond. Volgens mij zit er een in de keuken. Dus die moet ik zo even weghalen. Dus ja, dat eigenlijk een beetje verder... Ja, natuurlijk ook niet super veel gevlogd vandaag, maar nou ja, goed, omdat ik natuurlijk ook de video moet opnemen, daar ben ik altijd wel wat langer mee bezig. Maar dat geeft helemaal niks, want het is ook altijd wel weer leuk als ik dat mag doen. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen en even een beetje warm worden. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 2 februari, welkom bij dit donkere dagje. Ja, het is best wel bewolkt buiten, maar dat geeft niet. Ik ben in ieder geval klaargemaakt en ik ga zo lekker aan de gang. Ik ga even een wasje aanzetten. Ga ik lekker de gang doen, de douche. Dus de katten bakken. Dus ja, altijd wel eventjes lekker. Ik heb het wel een beetje koud, al heb ik best wel een dikke trui aan. Maar ach, dat hoort erbij. Ik geloof ook niet dat de verwarming is aangegaan. De laatste dagen ging hij uit zichzelf nog lang. Maar... Oh, hij is wel warm. Hij is toch wel een beetje aangegaan. Gisteravond Married at First Sight gekeken. Heel eerlijk, ik denk niet dat er geslaagde matches tussen zitten. Het lijkt op het eerste gezicht wel mooi, maar ik denk toch aan het einde dat ze zullen zeggen we gaan niet getrouwd blijven. Ik weet niet, ik heb daar toch zo het gevoel bij. Het kan natuurlijk ook zat meevallen, maar mijn eerste gevoel zegt dat er geen geslaagde matches bij zullen zitten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook kijken naar Married at First Sight en of jullie misschien er anders over denken. Maar goed, dat is mijn gevoel. Daarna ben ik verder gegaan met de papieren, met bewerken, was wel lekker. Ik heb een artikel geschreven, dus die is lekker online gekomen. En ik heb Rex gekeken en Springvloed. En het leuke is, ik heb hierna gewoon nog een seizoen van Springvloed. Want ik dacht dat het 1 seizoen was, maar het zijn dus 2 seizoenen, dus wel super leuk. Ja, verder eigenlijk weinig gebeurd. Ik heb gisteravond lekker gegeten. Mijn kipfilet die was echt perfect. Hij was nog heel lekker zacht. Goed gaar, maar lekker zacht. Ik word steeds beter in vleesbraden, moet ik zeggen. Ik had er altijd een beetje moeite mee. Gehaktballen, dat ging ook nooit zo lekker. Nou, die heb ik de laatste tijd dat ik ze at, zijn ze ook super lekker. Dus ja, het is wel echt super leuk dat dat ook steeds beter gaat.
Zo zie je ook, hoe langer je alleen wordt, des te beter je in dingen wordt. Dus dat is wel, wel relaxed. Ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb verder niet heel veel te vertellen. Ja, er zou sneeuw kunnen vallen. Er is hier geen sneeuw gevallen. Ik krijg net wel een melding. Ik denk dat dat voor regen is. Want er staat, ik weet niet eens wat er staat. Ik heb niet eens gekeken. Ik hoor dat druppeltje. Ik heb de buienalarm app. Dan hoor ik dat druppeltje hoor ik gaan. En dan ja, weet ik dat er normaal gesproken regen aankomt. Mijn code heeft er ook weinig zin in vandaag. Kans op lichte neerslag. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan sneeuw zijn, maar het kan ook regen zijn. In bepaalde delen van het land heeft het wel gesneeuwd. Nou, voor mij hoeft het ook niet per se hoor. Ik ben er niet echt een voorstander van. Maar goed, ik ga even de was bij elkaar rapen. Dan ga ik even kattengrit van boven halen. Want ik moet een nieuwe zak aanbreken. En die staat boven. Dus die moet ik even naar beneden slepen. Dan ga ik ook even een oud handdoekje pakken voor de kattenbakken. En dan, gaan we eventjes lekker wat doen. Dus ik ga jullie bij de douche gewoon bijzetten. En nu eerst eventjes aan de gang. Ik zou jullie nog even meenemen in de lijst waar ik mee bezig ben geweest op de computer. Dit zijn de statistieken. Die is nu helemaal af. Ik vind hem echt super strak geworden. Veel beter als wat het was. Alleen die tape ben ik nog niet helemaal tevreden over. Misschien dat ik die nog even aanpas. Maar ik zal er ook even eentje laten zien waar ik nu mee bezig ben. Inmiddels is het gelukt om toch de pagina te openen. Dus ik heb deze dan al gedaan. En deze moet nog. Deze is dan zelf getekend. Deze helemaal met de hand. Deze moet nog een kleur krijgen. Maar ik wil deze gewoon gaan kopiëren hier. Zodat ik hem niet helemaal hoef over te trekken. Maar je ziet al best wel veel verschil. En ik vind het echt wel een stuk mooier zo. Snel weg, dus ik heb niet heel veel kunnen filmen, maar ik ben wel lekker klaar. Ik heb de vuilnis weggebracht, de kattengrit is weg, dus ik heb de kattenbakken verschoond. Dus nu lekker de katten net eten gegeven. Ik ben ook bezig geweest met de voegen schrobben. Het ging wel, maar je moet het gewoon echt wel in een paar keer doen, omdat het best wel achterstallig onderhoud was al voordat ik hier kwam wonen. Dus ik probeer het nu een beetje bij te benen. Ik zie dat mijn lampje niet brandt. Dat vind ik een beetje vervelend. Dus die gaan we even aanzetten. Hey, zou die kapot zijn? Nee, hebben ze. Dus dat was verder wel fijn. Ik heb even de make-upjes opgeruimd van januari. Ik had de video daarvan gisteren opgenomen. Dus kon mooi het make-up terug op de plek waar ze horen. Ik heb het wasje hier grotendeels eraf gehaald. Maar dit is allemaal nog niet droog. En wat daar hangt ook niet. En er zit nu dus nog een was in. Die straks klaar is. Dus ik hoop dat ik het kwijt ga kunnen. Het is echt een beetje weer drama. Maar goed, in ieder geval is alles klaar. De douche is lekker schoon. En ik vind het wel weer goed. Dus ik ben wel tevreden. Straks ga ik lekker douchen. Persconferentie kijken. Natuurlijk koken. Vanavond heb je weer Married at First Sight. Dus dat ga ik ook wel weer kijken. Ik ga de vlog proberen af te maken. En de foto's bewerken. En als er nog tijd over is, misschien nog iets aan de papieren doen waar ik mee bezig ben. Maar dat is verder de planning. Ik ga zo nog even lekker relaxen. En dan ben ik wel weer druk geweest voor vandaag. Ik ga zo even wat drinken, want ik heb best wel een beetje een droge keel. Omdat ik gewoon heel vaak vergeet te drinken. Maar goed. Dat komt wel goed. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje op van mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat de rode abonneerknop en daar kun je ook op klikken.
Ernaast staat ook een belletje en als je die aanklikt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Vind ik ook altijd wel leuk. En ja, voor nu wil ik je dan in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!